Space Jordan Sneak. Kijk eens een graphic. Ja. Oh shit. Ik voel de vibe zwaar. Ik voel hem nu al gewoon, hè? Jawel, hè? Ja. Jawel, hè? Little Hope. Zou ik moet de game nog even aanpassen? Kut. Wacht. Wat moet je doen? Die game even aanpassen. Anders is het ook zo cringe. Pictures. Little Hope. Er zijn minstens 40 viewers die dat te kijken. Nice. Kijk. Ready up. Good rap. Dat is het ding, als hij op pauze gaat, dan moet je ze allebei op ready up drukken. Dan gaat hij aftellen weer. Oké. Ja, dus we moeten proberen niet op een paar options te drukken wanneer het niet dus nodig is. Dit doet dan? Okay. Ja, dan zijn we wel een beetje gefokt, ja. Dan moeten we allebei weer op oké drukken, is goed. Dan kunnen we nu pas weer door, ja. En dan zit ik alweer dit toe, weet je. Dan zitten we dus weer in het pauzescherm. Oké, duidelijk. Goed voorbeeld. Jawel, hè? Goeie. Oh, we komen echt niet verder dan de intro als het zo doorgaat. Dit is zo'n politieguard. Nou, een buschauffeur. Oh, buschauffeur. Denk ik? Ja, dit is al zo'n bus in de avond dan. What the fuck? Crazy. Oké, gaat er vandoor. Ja, gaat er wel vandoor. Assist. Wow. Dit kan geen Tanya zijn. Oeh, er zitten mensen in die auto. Oeh. Ja. Dat is creepy, man. Ja. Wat zijn er daarna? Het ziet er wel echt goed uit. Ik weet niet hoe oud deze game is. Ja, ik dacht 2019 of zo? 2020? Nou, goed gamepje wel. Maar hij is ook een geupgrade, hè? Ook op PC. Oh, upscale. Je, ja, nou, dit, ik weet niet of je... ik heb de DirectX 12 versie gedownload. We zijn gezakteerd net om te spelen. En die heeft zeg maar net wat betere graphics of wat dan ook. Oh ja, oké, dat zie je dan inderdaad. Die kan jij ook gebruiken. Ik weet niet of je die hebt aangeklikt of bij het opstarten. Volgens mij wel, man. Ja, precies. Dan zie je gelijk dat soort shit. Nice hoor. Ja, ik vind het echt altijd een prachtig spel hoor, dit. Ja, dit gaat van wereld voor me open. Ja joh. Politie, oké. Ik vind een beetje lijken op die guy van die buschauffeur van Prison Break. Ken je wel? Die buschauffeur van Prison Break? Nee, die buschauffeur lijkt op iemand uit Prison Break. Heb je dat gezien? Oh, hey, ja. Ja, weet je precies wie ik bedoel. Ik weet niet hoe die heet, precies wie ik bedoel. Thanks for pulling over. Sure. You're welcome. Something wrong? Ah, ik heb geen ondertiteling, maar ja, boeien. Ik heb een probleem op ahead. Ja, boeien. A big accident. We've had to close the road. Right. We're diverting all traffic through Little Hope. Ik wil best wel een pauze gooien voor je. Nee, maar niet. Okay, ik kan wel. Seem a little confused. Staat wel een beetje. Oké. Okay. Yeah, I'm fine. Waarom is hij zo bang? I just want to get these folks to where they need to be. I doubt a short delay will trouble them too much. Oh jee. Oké. Takes you straight through Little Hope. Little Hope, is hij bang voor? Ben benieuwd. Je zag wel iets anders. Had dat boekje natuurlijk staan. Hè? Kijk, dat boekje. De Wild Magic. En daar gaat het dan een beetje over heksen. Dus misschien is hij bang om daar doorheen te gaan. Dat is... S'avonds laat. Dat zou me niks opblazen. Dat hij gewoon precies weet wat er gaande is daar. Dat zou helemaal eng zijn, man. Daarom rijdt hij er ook niet graag. Oh, ja. Hij ziet er ook wel een beetje bang uit, man. Ja, die is niet blij, hoor. Die is niet blij. Hoe mistig het ook is, joh. Ja, het is echt niet zo. Doe even je grote licht aan, joh. Hey. Kom dan, man! Impressive. I heard the first 90 days are the toughest and roughest. Yeah. I know it doesn't add up, but I get something from you. You are now entering. Yeah, precies, maar precies hetzelfde zeggen, nice. We're going the wrong way. It's fine, just a quick detour. It's not fine. Calm down. It's all okay. Oh, please, John, could you not patronize me? Can you keep it down, please? Oh! Oh shit! Okay! Oh yeah. Whoa! Oh nee. Ooh. Shoo! Bearing updated. Ja. Was dat nodig? Nou, gooi maar gelijk. Gooi maar gelijk alvast die subtitles aan als je toch bezig bent. Als je toch een paar staat. Doe maar dat toch gelijk, weet je. Ah joh. Op bezig, hè? Jawel, settings. Gamepad? Ga je naar audio en language.
Audio and language. Subbars on. Subtitles on. Yes, sir. Ik ben yes, sir. Daar gaan we dan. Ready up. Maar krijgen we straks van die knoppen die we moeten inklikken, dat we specifieke knoppen moeten inklikken? Want ik weet dus niet wat A is, wat B is, Grieks I is. Ik weet dat allemaal niet, joh. Ja, dan ben je echt fucked. Ja? Ja, je hebt toch wat A, toch wel een beetje, man. Hou op met me. Goh, ik zeg je heel eerlijk, man. Ik ga, wacht even. Laat me maar even doorspelen, ja? Ik ga even een PS5 controller fixen. Alright. Wow. Stop it, James. You know I hate it when you don't take the things I say seriously. Come on, sweetheart, I do. I just had a rough day today. Can you believe they are at each other again? I can't. Je ziet ook gewoon gelijk wie de schuldig is, hè? Melvin? Melvin. Ik hoor niet. Het gaat nu al gewoon fout, hè? Heb ik weer lopen kutten? Huh? Ja, er staat letterlijk in beeld, paused by commandant. Oh, shit. Zie je, je bent echt zwaar. De game wordt echt heel zwaar busten gewoon, hè? Die gelijk. Ik hoor jou heel raar. You're drunk. What a surprise. Nee. Het is een andere mic geaccepteerd. Oh, wat gaat het kut opeens? Je moet even je mic veranderen, want voor mij gaat hij automatisch over naar de controller. Klopt in de... Maar we nu wel goed weer? Ja, nu wel weer. Kunnen we weer door. Pause bij commandant. Ik ga het elke keer halen, ja. Hè. Pause bij commandant. Ja, het is goed met jou, hè. Pause bij commandant. Ik ga je screen zetten. Het is heel snelly. Oké, ja hoor! Ja, was je al tapt, jongen! Waarom mag ik niet al tappen? Wat een kut. Nooit meer zo'n toon, alsjeblieft. Nooit meer zo'n toon. Some of us may be losing our jobs. The factory. Kijk, je hoort weer geen geluid. I'm more worried about Megan. What's wrong with Megan? We moeten toch weer nog één keer gaan al tappen, hoor. Bro! Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed, man. Oké, hoor ik wat? Niet? Ja, ik hoor weer wat. Ja, we kunnen weer door. Oh, jezus, Melvin. Nee, ik zweer je, als ik nog één keer pauzeer... Ja? Okay, 10 gifts, hè? Ja, 1 gift zit. Oké, is goed. Elke gepauzeerde, hè? Elke per ongeluk gepauzeerde. Hou ik jou. I can't deal with this right now. Another surprise. You can't deal with anything. When would be the right time? Oh. You're making a mountain out of a molehill. Getting yourself worked up for nothing. For nothing? Oh. Single-handedly keeping our family together is far from nothing in my book. I could use a little help. Maybe if we'd had kids of our own, none of this would be happening. That's a real low blow. Don't you get how tough this is? You're not the only one feels pressure. The factory situation is serious, Anne. Real serious. Not right now. Ooh. Oh. Dat is die chick. Not tonight. Fuck. Gelijk aan de bier die man. En gelijk heeft hij. Echter. Getverderrie. Doet hij even. Oké, is het dit is Tanya hoor. Tanya. Kidder ja. Is Anthony. Ik ben Tanya volgens mij. Oh ja. Je krijgt ook hele andere shit te zien nu. Yo, what the fuck? Oh, wacht eens kiezen. She's always been late. Ze is altijd een light. Tanya has always been late. Ja, daar ben jij, ja. Altijd laat. Altijd laat ben jij. We krijgen nu hele andere shit te zien in deze twee. Echt? Ja, ik heb nu twee guys in de auto. Oh. Of een chicken man in de auto. Ja, dat lijkt in mijn stream open bestaan. Ik hoef het mij te zien. Dat gebeurt. We shot the breeze a little bit. I like him. Is dat die guy van Maze Runner gelijk? Zie je het, ja. Quit pawing at it, will you? Hey, Bigfoot, mind the goddamn vinyl, will ya? Don't be a dick. Come on, man. Take some time off from being a dick and give her a break. Okay, Mother Superior. Why are you always sticking up komt for her anyway? Die guy, nu komt er een chick binnen. Komt die chick bij jou nu binnen? Even kijken. Ze is nog aan het wachten. Ja. Jij probeert iemand open te doen. Ja. Oh, perfect. Alles kijk, jij staat voor de deur. Dat ben ik. Lukt het? Krijg hem open.
Nou, het lukt niet, man. Die staat kutslot. Hey, yo! Yo, is dat je vriendje? Is dat jouw vriendje? Ja, man. Hoe heet hij? Dennis? Hij is ontmoet in de club. Hij heet Frederik. Freek. Hey, ik vond het echt wel Dennis, hoor. Been at each other's throats. Hij heet Frederik, heet hij. Oh, wat goed. It's the same old thing. What about? What about this time? Kijk zijn hoofd. Dad's been drinking. Oh, ja. Who could have guessed? Dad has been drinking? Ja, ja. Getting predictable. Like a record that keeps playing over and over. Dennis, for the 10 millionth time, will you shift that shit of yours up into the attic? Hey, some respect. Oh, serieus, een Dennis in het verhaal. Oh, dat wist ik niet. Ik zal hem al. Ik wist al dat een Dennis was. Een Marine sergeant of past life. It's cold up here. Oh. He's being even more annoying than usual tonight. Jeetje. A real jerk. So what else is new? Wonen hun nu in Little Hope of zo? Wat? Ja, mij wel. Waar gaat die Eric in? Is Dennis het eerste slachtoffer? Hey, oh jee. Hadden we haar weer. Hey! Not now, oh, sis. Chill. I'm busy. Oh jee. Chill, sis. Zij is van gekut. Oh! Hey! Quit acting crazy! Uh-oh. En nu? Ik voel wel dat er wat gaat gebeuren, zeg maar. Ja, je wel, hè? Je wel, hè? Zo, de tyfus! Zomaar dood. Godverdorie, man. Heel eerlijk? What the fuck? Ja, dit is echt zo'n chick die gewoon rennen mag gewoon staat. En dan gewoon, yo, what the fuck? Donker lang haar? Ja, man, dit is wel zo'n horror. Ja. Niemand wil iets met haar te maken hebben. Oh, wat slee. Ik heb het moe, hoor. Ik hoor naar je. Nee, ik ben niet moe, Dus je hebt de sleutel. Zij heeft de sleutel. Maybe you should talk to mom and dad. It's not a great idea for me to get involved. You know what I'm like? I just upset someone. This sounded more serious than the usual bullshit. They were talking about Megan. She's done something bad. Megan. Oh, Megan is annoying. Megan is annoying Megan is as fuck. Oh yeah. Mom and dad know that already. Maybe, but Megan heard them arguing about it. Yeah. She seemed really upset about it. Upset is a permanent state of being for her. Where's the little princess anyway? Okay. Ga maar even kijken. Ga jij maar even kijken, zeg ik, niet ik. Nee, ga jij maar even kijken. Ga jij maar even kijken, man. Opgerot daar, man. Hey, yo, nooit meer zo'n toon. Waarom moet ik dan weer kijken? Wat is dit? Oké, okay, nice. Nee, ik ga terug, man. Ik ga naar de keuken. Ik ga terug. Okay, ik ben naar de keuken. Ga maar even koken, jongen. Maak jij maar even een sandwich voor me, bro. Hey, bro, what the fuck, man. Ik ben daadwerkelijk aan het koken. Ja, wat goed. Zie je dat? Nee. Zet dat water alsjeblieft op. Oh, kut. Ik moet er heel op letten nu. Dit is die heartbeat. Heb je dat ook? Het button may change, dan weet je dat. Of straks. Trouwens, Dennis is nu weg, man. Dennis is niet meer bij die... Oh, hij is er wel. Wow, kijk mijn scherm aan. Hoor je precies wat ik bedoel met dat opletten? Ja. Oh, kut! Te laat, vroeg. Hij is wakker. Oh, nee toch. Fuck! You need to keep an eye on your little sister. Hij is niet boos. Mom is real worried about her. Oké, Dennis leeft nog, man. Ja. It's okay, dad. Tanya's checking on her right now. You want to try raising a family like this? The devil himself would struggle with you guys. No. Ik ga naar Waits ook alweer. Ik ga naar de toe, man. Bro, kom op, man. Oh, gaan we dan. Oep, open up. Deur dicht. Where the fuck do I need LB? Oh, kom, faster moving met LB. Nice, sick. Nice. Kom je er nu pas achter? Oh, ik heb nu ook heartbeat. Press in time van de heartbeat. En meer opletten, maar de knop kan dus worden aangepast, hè, dat weet je. Juist! Fuck. Ik schrok me dood. Wat was dat? Was dit ook? Ja. What the fuck, man. Ik ga naar boven, ga naar jou toe. Mag dat? Nee, dat mag niet, helaas. Ik ben aan het afluisteren. Ze is in gesprek met een geest of zo. Hé? Eh?
Maar dat kind is niet goed, hoor. Dat is niet goed, man. Dat is niet lekker. Dat kind is aan het praten tegen niemand. Shroud of Innocence, een boekie, nee, of niet? Oké, okay, dit is echt wel creepy, man. Kan je even komen? Ja, ik kan dus niet komen. Dat gewoon... Ik probeer het wel nog omhoog te komen. Oh, er ligt letterlijk een boek hier. Die heet The New England Witch Trials. Haar hele ogen zijn helemaal zwart. Wat? Ja, man. Wat lul jij nou? Ze is echt... Ze wil wat lul je allemaal, gast? Lul me wat. Zeg maar wat, je doet maar wat. Oh, shit. Wat? Nee, joh. Wat? Ze liet een vogel op me afvliegen. Bro, volgens mij is zij de heks. Ik ben ze gewoon weer aan het ronddwarrelen, hè. Dat weet je. Ze is helemaal stokstijf nu. Ze heeft me opgesloten buiten. Nee! Oh. Yo, kan je me helpen? Nee, dus... Ik ben in de keuken, man. Jawel, je moet me even helpen. Volgens mij moet je me helpen. Oh, nu zegt hij ja. Where the hell are you? Oh, nu... Oh. Anthony, where are you, goddammit? Hij bent opgesloten buiten. Anthony! Ja, man. Zie je het? Door die heks. Ja. Anthony, I swear if you don't answer me. Daar, haar. Is ze weer? Dat is eng, hoor. You could be right about my family. I think so, too. Wat? Tanya. Zij is echt... That little brat locked me out. Dat is wel creepy. Ja. No way dat ik nu al dood ga, man. Oh, die pop! Dat... I'll let you back in. Go easy on Megan. Hold on. Hij zit nu ook vast, wedden? Ja, zie je? Oh, god. Zat die ruit in, bro? Ja, echt, hè? Heel eerlijk? Shit! Megan! Oh, ja. Ja! Ik wilde eruit als een Nokkie hoor, als ik er mocht zijn. Nou, heb je al eens een keer gedaan toch? Ik kom daar. Are you fucking serious? What the fuck? Megan! What the fuck, ouwe? Dat is niet goed, hè? Dennis? Oh, Dennis gaat ook dood. Mom! Zij zit ook vast. Nee. Alleen die vader dan nog. Anthony, help! What the fuck? Waarom springt zij niet gewoon naar beneden? Dat dus. Help! Anthony! Hey! Up here! What the fuck are you doing up there? I got trapped in the attic. Get to the balcony! Anthony, help! Oh, nee. Je hebt een schep daar. Sla met de schep in. Hoe slaapt die vader ook dan? Ja, dat dus. Oh, nu zat hij eruit pas in. Nou, gooit. What the fuck, ouwe. En ook over de eigen vader, hup, hup, hup. Dat dus. Wat is het? Wow! Nee! Nee! Ah, joh. Ja, we hadden nog wel een biertje kunnen drinken. Dat wel. What the fuck, hoor. Hij overleeft natuurlijk wel. Ja. Oh, en dat gas ook. Jezus. Tanya moet het toch overleven? Ja. Oh, nu mag ik kiezen! Ja, bro, beter red je mij. Help Megan of help Tanya! Oh! Beter help je mij, bro. Heel eerlijk, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nee, oprecht, die heks. Weet je wat ik denk wat er gaat gebeuren? Ja. Als je voor mij kiest. Dan gaat die heks gaat dan voor wraak. Oké, okay, we gaan voor jou dan. We gaan voor jou. Dan tenminste een beetje komen. Een beetje entertainment, oké? Ja, beter red je mij, man. 5 gifts, oké? 5 gifts, 5 gifts. Ah! Oké, okay, ja.
Kijk dan, de kind is even dood. Lekker, lekker. Oké, ik had misschien iets zeggen. Anthony! Nu jij? Misschien springen? Nee, yo. Ik mag kiezen wat jij gaat doen. Wat ga jij doen? Use the window of climb down the drain pane pipe. Jij mag kiezen, man. Ik ga niks zeggen. Wat voel jij? Try the window. Hurry. Fuck it. Ik ga niet naar je luisteren, man. Oh, je bent een lul, hoor. Niet doen, kijk hoe glad het is, bro. Dit heb jij gedaan, hè, als het doodgaat. Kijk, ja, dat bedoel ik. Oh, meen je dit nou? Oh, Melvin! Melvin! Nee, toch. Wat doe je nou allemaal, man? Had ze het oprecht overleefd als ze die binnen weer ging? Weet ik niet. Of moest ze gewoon dood? Weet ik ook niet. Jij wou er gewoon eens dood gaan, dus daarom koos je ervoor. Oh, Dennis natuurlijk nog! Nee! Ah, oh, gadverdarrie! Hoe kunt dat deze guy zich nu wel voelen? Man was alleen maar even water aan het koken. Dat! Je bent van Willy naar de kleuter. Ja, dat. Die van onze Lisa Grace. Oh jee. Wat? What the fuck? Is dit een droom of zo? Weet je niet. What the fuck, ouwe? What the fuck? Ik denk dat iedereen dood moest, man, oprecht. Ik denk het dus ook, joh. Het zou heel raar geweest zijn als zij nog zou leven. Ja. Deze muziek, hoor. Dat voel ik wel, eerlijk gezegd. Won't you spare me over till another year? Oh shit. Jezus, man. Oh, dat is die guy, dat is een soort van detective, toch? Ja, toch? Die zit er echt in elke game, toch? What the fuck, Al? Well, what is this that I can't see? Lekker de muziek, man. I see hands getting hold of me. Well, what is this? None can excel. I open the door to heaven and hell. Supermassive games. Jezus. Kunnen we dit skippen? Nee, dat kan dus niet. Dat kan er dus. Maar heb je deze game wel eens gespeeld? Ja. Uitgespeeld ook? Nee. Top. Lijpe flashlight. Oké. Jezus, man. Deze muziek, jongen. Echt horrormuziek, dit. Hallo. Hallo. And welcome. I don't believe that we've met before, have we? Nee. No matter. Welcome to my repository. I am the curator. The curator. The guardian of all these wonderful stories. And I have a very special tale for you to tell. Oké, interessant. Ja. Oh, kut! Ja! Ja hoor! Ja, dit denk ik expres. Ik wilde even wat vragen aan je. Oh ja. Wie is de curator? Weet ik veel, geen idee. Maar je hebt hem toch al best wel vaak in de games gehad? Ja, het is gewoon zo'n guy die eigenlijk gewoon... Niemand weet wie er werkelijk is, maar hij vertelt een beetje... Weet je dat die chick van The Quarry, die heks of zo?
Ja. Dat is sowieso het idee. Maar hij is vetter, vind ik. Maar hij voegt niks toe in, aan het verhaal. Disconcerting, no? Toch of wel? I'm sure there's nothing to worry about. Okay. This particular story isn't fully fleshed out. It's only part written, and the choices you make will complete it. The fire. No, there was nothing you could have done about that. Yeah, see ya. Okay. What's happened has happened. Oh, yeah. Or has it? Anyway, look to the future, I say. Life's but a walking shadow, eh? Aye. Oh. You are about to enter a confusing, perhaps disturbing world. How disturbing might depend on what you choose to believe, and how confusing on the path you choose to take. De man is er gewoon zo easy bij. Zo mensen doodgaan. Ah, dat is gewoon een leven, man. Zo'n natuur. Dat is natuur. Moeder natuur. Moeder natuur. Dat is. But we have to choose our path nonetheless and hope that we get the clarity and the outcomes that we want. All right. You see, you will be determining the outcome of this tale together. What one does will often affect the other. Ooh. So even though you are two people, you'll be completing the story as if you were one, if that makes any sense. Ooh. As in life, the actions you take matter. They will determine how your story resolves. Right. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the end. You've seen how the story starts? Yeah. Oh. So much death. How many more deaths? Toe? Gewoon zo min mogelijk dooien of zo veel mogelijk? Dat mag je zo bepalen, wat je yourself bepilt, hè, joh. Ik zelf bepil? Okay. Do you trust your head or your heart? Zelf bepild. There is no right answer. Dot. Sometimes one is best and sometimes the other. My advice, for what it's worth, is to thine own self be true. Nice. But I'm here simply to record what you do, not to help you. Oh. I'm not supposed to interfere, you see. Not my place, apparently. But I am apparently allowed to share wise words from great storytellers that have gone before, where I feel that that would be appropriate. Oh, one final thing before I let you go. There are pictures in Little Hope that will, if found, show you a vision of a possible future. Ooh. Something that may or may not happen. Use them. They might help. Dat was ook bij Until Dawn. Ja. You have a few. Was die man daar ook toen? Nee, dat is een andere guy. Oh jee, oh jee. Oh ja, dat was een hele enge guy. Oh, okay, nice.